der Ark. De Kok. Ja! En het is 1-1 zomaar, Johan de Kok. De club waar ik het langste gespeeld heb als actieve speler. En dat geeft toch een bepaalde achtergrond, een binding ook. Ik woon in Utrecht. Ik heb mijn diploma's als trainer heb ik gehaald dat ik stage kon lopen bij FC Utrecht. Zowel voor oefenmeester 1 als voor de coach betaald voetbaldiploma. Dus ja, ik heb wat met Utrecht. En dat iets hebben met Utrecht betalen zich uit in 214 wedstrijden en 20 doelpunten verdeeld over 7 jaar. De mooiste wedstrijd is voor de Kok niet moeilijk om uit te kiezen. Dat was in 1991. De wedstrijd tegen Real Madrid. In de thuiswedstrijd tegen Real Madrid was gigantische sfeer en stemming in het stadion. De 1-0 voorsprong door Smolarek. Dat was echt, als belevenis was dat denk ik wel het mooiste moment als voetballer om daar dan te mogen spelen. Nu is hij trainer van topklasse Spakenburg, maar dat stond niet altijd in de planning. Nee, eigenlijk niet, nee. Ik heb eigenlijk een andere opleiding gedaan, daarin ben ik dan ook nog wel werkzaam. Maar pas na mijn voetbalcarrière begon de interesse om als trainer werkzaam te zijn. En dan ook nog meer als van nou, laten we dat maar eens gaan proberen. Want dat is het enige wat eigenlijk nog heel dicht bij het voetballen zit. Omdat je dan stopt als voetballer en je begint iets te missen na je actieve carrière. Op papier zou de Kok een ideale kandidaat zijn om ooit trainer te worden bij FC Utrecht. En dat ziet hij zelf ook wel zitten. Om hoofdtrainer te worden in betaald voetbal, ja. En als je ooit voor een club als FC Utrecht hoofdtrainer mag zijn, is dat een hele uitdaging. Ondanks een indrukwekkende cv is nog niet alles koekenij voor de beginnend trainer. En heeft ook hij zijn zwakke kanten. Ik heb wel eens wat moeite met het menselijke aspect. De zachtheid, de jongens die klagen over dit of over dat. Nou, ga lekker lopen dan, jongen. Dan kan er niks gebeuren met je Lies. Minder begrip daarvoor, omdat ik daar zelf niet zo in elkaar zat. Dus dan is het prettig als je mensen om je heen hebt bij een organisatie die dat vooral in de gaten houden. Zodat ik me op mijn sterke punten kan richten en anderen op hun sterke punten benut worden. Als speler was de Kok een echte bikkel. Als trainer verwacht hij dezelfde mentaliteit van zijn selectie. Ik weet niet, ik ben altijd heel streng voor mezelf, heel hard voor mezelf geweest. En daardoor kon ik ook hard voor anderen zijn als verdediger, als voetballer. En ook als trainer kan ik heel streng en veel eisend zijn, zowel in de manier van communiceren als in de besprekingen die we na een wedstrijd doen. Oh, Scheenbeen,